Hi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. We zijn even een hele poos afwezig geweest. Dit heeft te maken dat mijn teen gebroken was. Dus ja, dat rent wat lastig. Deze is hopelijk weer helemaal hersteld. Dit wordt de eerste run weer voor mij. Dus ik doe ook maar een 5 tot 6 kilometer. Maar wel in dit allerprachtige, mooie Sunny Beach. Zie de prachtige zee achter mij. Het is nog heel vroeg. De zon is nog net niet op. Dit doe ik omdat het op dit moment dan 20 graden hier is. Normaal overdag is het hier rond de 30 tot 35 graden. En dat lijkt mij niet te doen voor een run. Dus wij zijn maar hartstikke vroeg opgestaan. Jongens, ik hoop dat jullie gaan genieten van deze run op Sunny Beach. En ik zie jullie bij de start. Kom maar mee.
Nou, hier zijn we op de welbefaamde stip van Sunny Beach. Dit is het hoofdplein, zeg maar. En dit is hier 's avonds behoorlijk enorm druk. Heel veel mensen. Het is zelfs nu vind ik het apart dat er al zoveel mensen zijn. Het is nog niet eens 6 uur. Ik denk we gaan wat vroeg. Maar blijkbaar heeft het weinig nut gehad qua bevolkingsaantallen. Nou, wel een hele bult, want het is hier 's avonds stervensdruk. Dat zul je ook op mijn andere YouTube-kanaal, het YouTube-kanaal van Jan Rossing, zul je dat gaan zien. Want ik ga hier nog een hele vlog over maken, over deze reis. Nou, wij gaan in ieder geval nu eerst maar even weer een stukje verder. We hebben de 2 kilometer gehaald. Het gaat niet zo gemakkelijk als vorige keren, moet ik je zeggen. Dat had ik eigenlijk ook wel kunnen verwachten. Ik bedoel, ik ben hier al een klein beetje op vakantie. En ja, het is toch een beetje meer bier drinken, bij het zwembad hangen, sigaretje roken, dan sporten natuurlijk. En sporten heb ik ook al 1,5 maand niet meer gedaan. We gaan het weer oppakken. En vooralsnog voelt het goed. Ook met de teen. Dus sorry. Dus wij kunnen er weer voor. Wij gaan er weer voor. En we zullen dit varkentje eens even wassen tot het eind. Ik zeg tot straks jongens. Tot bij de volgende pitstop. En dan laat ik jullie nog even een groot stukje van de strip die je net zag zien. Ik zeg iho. De man die ik dus net groette is van de Tiki Bar. We kennen elkaar al blijkbaar heel erg goed. Want hij zag al direct weer wie het was. Nou, weten jullie dat ook weer? Kali van de Tiki Bar. En door.
En we zijn weer aangekomen op de strip. Het is nog steeds wat bevolkter. Iedereen is al heerlijk pizzatjes aan het eten voor 6 uur. Nou ja, deze jongen zal kort na 6 uur zijn eerste blik bier opentrekken om dit af te sluiten. Dus ja, dat is ook niet zo vreemd. Ja, ziet er hier allemaal prachtig uit. Ik zal het jullie even een klein beetje laten zien. We hebben hier de Brexit Bar. Heel gezellig. Allemaal lekkere Engelstalige muziek. Dan hebben we hier Bar Club Viking. Daar heb ik gisteren heerlijk gegeten nog. En voor de rest zijn het alleen kroegjes, vreetenten. Alles wat je maar wil. Ze hebben hier zelfs een prachtige erotic club. Mocht je daar zin in hebben. Die hebben ze hier trouwens wel meer. Want ze denken dat wij vakantiegangers seksverslaafd zijn. Misschien is dat ook wel zo. Wie weet. Sport events. Nou, hopen dat ze daar Russell's Running Channel op uit gaan zenden. En ja. Voor de rest is het al door feest hier. Ik ben weer een klein beetje tot adem gekomen. En wij gaan nog eventjes een stukje verder. Ik zal jullie zo nog even een stukje van de zee laten zien. Want ik zie de pier voor mij. Kom maar even mee. Thank you.
Dit is hem dan. De pier van Sunny Beach. Het zonnetje komt er weer mooi op. Ik ben blij dat we er nu zo van af gaan lopen. Anders was het qua beeld niet echt mooier. Ja, je ziet hier een beetje de ligging van waar wij ongeveer zijn. Volgens mij zitten wij ongeveer hier ergens. Daar op grote afstand zie je het hoogste gebouw. Dat is het hotel waar ik verblijf. De Hotel Burgas Beach. Heel mooi hotelletje. Alleen het eten was niet zo lekker. Ik zie daar al. Ik zie er al meer mensen rondlopen. Een beetje hardlopend. En over het strand zelfs. Door het water. Nou, laten wij dat maar niet gaan doen. Ik ga vanaf de pier. Ga ik weer lekker richting het stuk strand. Vlakbij mijn hotel. En gaan jullie maar gezellig mee. Ik spreek jullie zo weer.
Nou, volgens mij is het nog maar een kilometer. Dus ja, we moeten even doorzetten. Maar die conditie, die is al helemaal kapot, zie ik. Merk ik. Want ik heb hem al behoorlijk zitten nu. Hartslagje 170. Terwijl ik van mijn benen denken, nou, ik heb wel redelijk rustig aangedaan. Ik denk mijn conditie, oh, dat gaat erbij. Dus ja, dus eventjes 1 à 2 minuutjes rust. En dan moeten we maar eens even zien of we tot het eind door kunnen trekken. Ik lul er nog een minuutje bij. Nou, we hebben hier weer een paar prachtige terrasjes. Het is nu nog helemaal leeg, maar met een uurtje of 4 zit het helemaal vol. Dan ook draait het mooie reuzenrad hier weer. Ze hebben hier trouwens een complete ingebouwde kermis midden in de stad. Ik ben er wel even langs gekomen, geloof ik. Ja, daar ben ik al langs. Maar ja, het valt bijna niet op dat hij er zit. Maar ga je erop staan, ja, dan is het groter dan een of andere kermis die ze in Emmen neerzetten. Het is ook best een hele grote stad. Ik had niet verwacht dat er zoveel was te zien hier. Nou, jongens, ik ga nog even dat Casino Europe Hotel voorbij. En volgens mij komt de Burgas Beach Hotel alweer in mijn zicht. En het strand waar wij zijn begonnen ook. Want mijn hotel ligt aan het strand. Nou, ik zeg tot zo. Tot zo bij de afsluiting. Yo!
Nou, dat was hem dan weer. Een spiksplinternieuwe Rosso's Running Channel vanaf Sunny Beach. Het was een best zware run, maar ja, na anderhalf maand niet trainen, dan krijg je dat natuurlijk. En ik heb hier op Sunny Beach zelf natuurlijk ook de benodigde feestjes al gehad. Ja, en dat werkt ook niet mee aan de conditie. Maar ik hoop dat jullie een hele mooie run gezien hebben. In Nederland zijn de wedstrijden alweer volop gang. Ik hoop dat de wedstrijden door mogen gaan de komende maanden. En dan zullen jullie ook behoorlijk veel wedstrijden weer gaan zien op Rosso's Running Channel zelf. Ja, traditiegetrouw. Ik ben er wel weer aan toe. Het enige probleem is, ik kan het niet lezen. Kijk, we hebben hier een heerlijk biertje. Ik noem het gewoon het Bulgaarse biertje. En ja, we gaan maar eens even proeven hoe die smaakt. Het sigaartje is er alweer bij, natuurlijk. Oh, zo lekker. Rond een uurtje of 17:15. Op Sunny Beach. Nou, eens even kijken. Hij gaat er nog verdomd goed in ook. Een heerlijk Bulgaars pilsje van gewoon 5%. Nou, niks mis mee. Wij gaan hem heerlijk opslabberen. Wij gaan hier nog even heerlijk genieten deze week op dit prachtige stuk land en met deze prachtige zon. En ik zie jullie bij de volgende Rosso's Running Channel. Het zal niet iedere week zijn. Ik train nog even wat korte stukjes tussendoor. Dus het kan zijn dat er af en toe even een weekje tussenin zit. Dat er geen video online komt. Maar wij gaan weer geregeld een nieuwe video opnemen. Vanaf Sunny Beach. Tot de volgende keer. Ah.